Daarom en ook niemand minder dan Wubo Okkels. Want ja, hij was toch wel de man die halverwege de jaren 80 de eerste Nederlandse ruimtevaarder was. En hij mocht dus hier zijn eerste voetafdruk neerzetten hier aan de strand van Noordwijk. We vroegen hem hoe het eigenlijk met zijn gezondheid gaat, want de laatste tijd kwakkelde hij nogal met zijn gezondheid. Het gaat beter, dat wil zeggen het is beter nu dan het vorige maand was en dat het 3 maanden geleden was. En ik voel me eigenlijk best wel heel fit. Ik heb een goede balans weten te vinden tussen de zware medicijnen en het levenstempo en het gaat prima. Ja, het is denk ik vragen naar de bekende weg, maar krijgt André Kuipers ook nog een tegel daar? Ja, die krijgt hier ongetwijfeld ook een tegeltje, André Kuipers. Het is zo dat er iets van 500 ruimtevaarders zijn. En de ambitie hier in Noordwijk is wel dat zoveel mogelijk van die ruimtevaarders hier komen om hun voetafdruk neer te leggen. En we moeten even afwachten wanneer dat allemaal gaat gebeuren. En Marcel, wanneer gaat die Walk of Fame of Walk of Space, zo je wil, in Noordwijk open? Nou ja, dit is nog steeds de eerste tegel. Ja, wat ik zeg, er moeten er nog veel meer volgen. Dus voorlopig kun je 1 tegeltje hier in Noordwijk gaan bezichtigen.